Je luistert naar een podcast van Frankrijk Binnendoor Online. Ik ben Ruud Kouwenhoven en neem je deze keer mee naar het zuiden van Frankrijk. Als je aan de Côte d'Azur en in de omgeving van Nice of Menton bent, dan heb ik een hele leuke tip voor je. En alles wat ik je nu in deze podcast ga vertellen, is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. En ik vertel je mijn tips over de leukste manier om van Nice naar Menton te gaan bij de Italiaanse grens, of andersom. Het is een prachtige dagtocht, maar met één of meer hotelovernachtingen maak je er meteen een paar onvergetelijke dagen van. Luister je mee? Mijn plan was om over de beroemde Corniche te rijden tussen Nice en Menton en te genieten van het uitzicht op de Middellandse Zee en de Riviera. De Corniche langs de Riviera wordt gevormd door drie prachtige wegen die op verschillende hoogtes liggen op de steile hellingen langs de Middellandse Zee. De Grand Corniche is de hoogst gelegen, met een spectaculair uitzicht op de Middellandse Zee, bochtig en ongeveer 31 kilometer lang. De Corniche Moyenne, de middelste, is minder spectaculair, maar wel absoluut de moeite waard. En de Corniche Inferieure is de kustweg die alle plaatsen van Menton tot Nice verbindt, maar nog wel eens verstopt wil zijn, en zeker in het hoofdseizoen. Luister dus vooral verder om erachter te komen waarom je beter van Menton naar Nice kunt in plaats van andersom. De Romeinen legden ooit de Via Julia Augusta aan voor de legers van keizer Augustus, om uitbreiding van het Romeinse Rijk naar het westen mogelijk te kunnen maken. En de weg met de naam Grand Corniche volgt deze Via Julia Augusta via Menton naar Nice. Napoleon maakte er trouwens ooit nog een bredere weg van om zijn leger te kunnen verplaatsen. De lengte van de Grand Corniche is ongeveer 31 kilometer en staat garant voor indrukwekkende uitzichten. Geen wonder dus dat deze weg ook vaak het decor is voor films of tv-commercials. En als je James Bond over een smalle kustweg ziet racen in GoldenEye, dan is dat hier opgenomen. Het is ook de weg waar Grace Kelly van Monaco ter hoogte van het mooie dorp La Turbie met haar dochter Stephanie met de auto in een ravijn stortte en een dag later overleed. Stephanie overleefde de crash op 13 september 1982, maar kon door haar verwondingen de begrafenis van haar moeder niet bijwonen. Als je uit Menton richting Nice vertrekt, dan doe je er een uur of drie over, maar dat is dan wel inclusief een paar heel mooie tussenstops. En ik heb een super tip voor je. Zorg dat je 's morgens op tijd vertrekt uit Menton, dan rij je met de zon in de rug richting Nice. 'S middags kun je dan opnieuw met de zon in de rug de mooie terugreis naar Menton maken. En als je vanuit Nice rijdt in de namiddag, boek dan een hotel in Menton en rijd de volgende ochtend pas terug. Je zult er absoluut geen spijt van krijgen. Rijd dan vanuit Menton via de Avenue Carnot en de Avenue de la Madone richting Roquebrune-Cap-Martin. Roquebrune-Cap-Martin is de eerste stop. Parkeer de auto op de parkeerplaats bij de ingang van het dorp en loop door de pittoreske straatjes en laat je verrassen door het hoogteverschil in het dorp. Helemaal erboven, bij het kasteel, zit je 300 meter hoger dan bij het strand. En je hebt er een fantastisch uitzicht. Heb je Roquebrune gezien? Dan is het tijd voor de rit naar La Turbie. Er zijn onderweg diverse mogelijkheden om even te stoppen en te genieten van het prachtige uitzicht en om een paar mooie foto's te maken. La Turbie is eigenlijk het enige dorp langs de Grand Corniche dat wat voorstelt. En absoluut de moeite waard om te stoppen en de fraaie dorpskern te bekijken. Je hebt er een prachtig panorama op Monaco, op Cap Ferrat en het lager gelegen dorp Aize. En La Turbie is trouwens ook om drie redenen bekend. Er staat een waardevol monument uit de Romeinse tijd, de Trofee d'Auguste. De film Catch a Thief werd erop genomen met in de hoofdrollen Grace Kelly en Cary Grant. En voor voetballiefhebbers ligt er het opleidingscentrum van de voetbalclub AS Monaco. Al ruim 30 jaar worden er voetballers opgeleid voor deze gerenommeerde club. Na La Turbie rij je verder richting Nice en klim de weg spectaculair naar de Col d'Aize, op een hoogte van 512 meter. Op de Col heb je opnieuw een heel fraai uitzicht op de omgeving en de vallei van de Vésubie en de Var, maar ook op de Mont Bastide. En in de buurt ligt het Astorama, waar een astronomisch observatiecentrum ligt. Vanaf de Col d'Aize kun je ook wandelingen maken in het Parc de la Rivière. Je kunt met de auto naar de top, maar natuurlijk ook te voet. Je hebt er in elk geval een fenomenaal uitzicht over de Middellandse Zee
en met de oriëntatietafel kun je alle plaatsen langs de kust proberen te vinden. Als je daarna de Grand Garnis volgt, daal je af naar de Belvedere d'Aise, die je ongeveer een kilometer naar de Col d'Aise vindt. Je hebt er uitzicht op de Alpen, de rotsformatie La Tête de Chien boven Monaco, Aise en Cap Ferrat. En iets verderop ligt de Col des Quatre Chemins. En daar heb je weer een fraai uitzicht, maar deze keer op Nice, de Baai van de Engelen, de Baie des Anges en Cap d'Antibes. De terugweg naar Menton kun je het best nemen via de Corniche Moyenne. Deze is een stuk drukker dan de Grand Corniche en daarom is het verstandig om van Nice naar Menton over deze mooie weg te rijden. Vooral ook omdat de uitzichtpunten allemaal aan de zeezijde liggen en je dan niet telkens de drukke weg over hoeft te steken. Volg na de afdaling richting Nice de Borde Aise om te voorkomen dat je in de drukte van Nice komt, tenzij je dat natuurlijk wilt. De weg terug naar Menton is korter en minder bochtig dan de Grand Corniche en werd in 18 jaar aangelegd tussen 1910 en 1928. Het is trouwens de enige manier om over de weg bij het mooie dorp Aise te komen. Omdat je langs de zeezijde rijdt kun je ook het best profiteren van het uitzicht over de Middellandse Zee. De parkeerplaatsen maken het mogelijk om regelmatig te stoppen en te genieten van de fraaie vergezichten. En een van de mooiste plekken om te stoppen is bij de Col de Villefranche. Vlak voor een tunnel heb je een formidabel uitzicht op Villefranche-sur-Mer en Cap Ferrat. Eenmaal door de tunnel zie je Aise al opdoemen. En bij Le Pont du Diable, het viaduct voor Aise, wordt het tijd om te stoppen om een bijzonder mooi en oud dorp aan de Riviera te bekijken. Als je eenmaal boven bij het kasteel van Aise bent, kun je genieten van een van de fraaiste uitzichten over de Middellandse Zee. Ik kan het je proberen uit te leggen, maar zelfs foto's laten niet zien wat je in werkelijkheid te zien krijgt. Ik hou je dus lekker nieuwsgierig, maar als je in de buurt bent, dan moet je dit echt gaan doen. Na Aise kom je bij de Mont des Mules. Op de parking kun je uitkijken over Monaco. Als je verder over de Corniche rijdt, kom je vanzelf weer in Menton terecht. En na Monaco en Beausoleil komen de Moyenne Corniche en de Petite Corniche samen en gaat de kustweg verder naar Menton. Je passeert opnieuw Roquebrune Cap Martin en rijdt Menton binnen op de Promenade du Soleil. Je rijdt dan langs het casino en als je daar linksaf gaat, kom je op de plek waar ik een paar jaar geleden mijn indrukwekkende reis over de Route des Grandes Alpes startte. En dan nog deze tip. Maak van de gelegenheid gebruik en boek een overnachting in Menton. Je zult er geen spijt van krijgen, want het is misschien wel de mooiste plek aan de Middellandse Zee. En op de grens met Italië vind je hier het beste van Frankrijk en het lekkerste van Italië. 'S Avonds kun je gezellig en goed eten in een van de vele restaurants. En ik vind zelf de Place du Cap in het oude centrum altijd supergezellig, maar er zijn in heel Menton genoeg goede restaurants te vinden. Wil je meer weten over deze fraaie tocht? Lees dan het bijbehorende blog bij deze podcast. Je vindt er naast tips voor hotels en vakantiehuizen ook een kaart met een routebeschrijving. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in iTunes of Stitcher op Frankrijk Binnendoor Online en je krijgt voortaan automatisch bericht van nieuwe podcasts. Je kunt natuurlijk ook frankrijkbinnendoor.nl/podcast bij je favorieten zetten. Tot mijn volgende podcast.